Hoe weet je nu welke hortensia jij in de tuin hebt en welke soorten zijn er eigenlijk allemaal? Je hebt namelijk niet alleen verschillende kleuren, maar ook heel veel verschillende soorten. Denk bijvoorbeeld aan die hortensia Annabel. Wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen. Maar die grote witte bloemen, tot wel 25 centimeter doorsnee, die altijd zo lekker gaan hangen als er een beetje water op komt. Overigens heb je tegenwoordig ook wat stevige soorten. Nou, dan heb je natuurlijk ook de klimhortensia. Met ook die grote witte schermen die echt een hele muur kunnen gaan bekleden. Ideale klimplant overigens voor het noorden of voor op een oostmuur. Dan is er zelfs een boomhortensia. Die kan wel drie, vier meter hoog worden met hele echt prachtige donkerpaarse schermbloemen daarin. En je hebt bijvoorbeeld pluimhortensia's. Er zijn ook verschillende soorten in. Een van mijn favorieten is de Hydrangea paniculata limelight. En vooral die derde naam is dan even belangrijk, de limelight. Prachtige witte, iets lichtgroene, uh, puntige bloem komt erin. En vandaar dat ze hem ook wel vanwege de vorm ook wel schapenkop hortensia noemen. En dan heb je zeg maar, de meer traditionele hortensia's. Je hebt er zelfs met hele donkere, bijna zwarte twijgen. Dan heb je krans bloeiers met aan de buitenkant de grotere bloemen en aan de binnenkant eigenlijk meer knopjes en je hebt de echte bolvormen zeg maar de boerenhortensias. Dan is er nog een verschil in boerenhortensias met name die bloeien op meerjarige dus knoppen die vorig jaar zijn aangemaakt en die bloeien in hetzelfde jaar. Die kun je dus in het voorjaar knippen, die lopen uit en bloeien gewoon hetzelfde jaar nog het hele seizoen door.